Je hoort dat natuurlijk dan achteraf, dat als ik bij de kapper kom, dat er bijna niemand zit omdat iedereen naar het handbal aan het kijken is. En dat er ja, heel veel mensen die normaal gesproken niks met handbal te maken hebben, die eigenlijk nu heel erg enthousiast reageren op de manier waarop we gespeeld hebben en het enthousiasme wat het team eigenlijk een beetje uitstraalde. Je hebt gesprongen, precies de voor het midden. Bij die andere kant loop je ook mee op. Twee benen springen ook in het midden. Ja, kom maar. Peter, hoe ziet zo'n handbaldag bij Dalsen voor jou eruit? Op de twee dagen in de week, op de dinsdag en de donderdag, dan trainen we twee keer op een dag. Dus dan trainen we eerst van 4 tot 6. Dat is over het algemeen een wat rustigere training, een echte techniek training. Echt met het doel om de spelers individueel beter te maken. En dan na de training gaan we hier naar het hotel. En dan eten we met het hele team. En als er nog iets te bespreken valt, kunnen we dat hier ook prima doen. En straks rond 7:30, 8:15 gaan we weer naar de sporthal en dan hebben we een avondtraining van 8 tot 10. Ja, je speelt met cirkel, je slaat aanvullend je er niet, speel je de bal door naar de linkerkant. Hoe is dat voor jou als man om tussen zo'n kippenhok soms te zitten? Nou, eigenlijk wel leuk. Zeg maar, ik doe dit nu al voor het vijfde jaar hier en altijd eigenlijk met jonge meiden. Die naast het handballen natuurlijk ook voor alles en nog wat doen. Dus het is altijd wel enorm gezellig. Het is eigenlijk bijna nooit rustig. En hoe lang ben jij hier dan in je kamer waar we nu naartoe gaan? Dit is mijn eerste jaar in deze kamer. Ja. Vorig jaar heb ik dat zeg maar hierboven, dat is op een andere verdieping. Die kamers zijn wat kleiner. Daar heb ik een jaar gezeten. En toen kwam er een grote kamer vrij. Nou, toen heb ik meteen gevraagd of ik daar in mocht. Nou, dit is onze gang. Oké. Okay. Doet de lamp dit altijd? Nee, dat doet hij sinds vandaag. Nou, en dit is het dan. Laat eens wat zien. Het is niet zoveel om te laten zien natuurlijk, maar... Nee, het is geen grote kamer, maar ja, het is wel wat. Nou, dit is, Ik heb gehoord dat je voor ons hebt opgeruimd. Of is het altijd zo netjes? Ik vind het netjes, hoor. Ja, eigenlijk ben ik altijd wel zo. Oh, wacht even. Die is wel interessant. Ja, die staat op mijn nachtkastje. Ja, die moet je even vasthouden. Die is van vorig jaar. Oh, wauw, hij is zwaar. Ja, hè? Ben je hier dan trots op? Is dit dan wel, echt. Als je soms niet denkt van, nou, ik wil weer terug naar huis, want Dalfsen, nou, dat is misschien niet de plaats waar ik wil eindigen. Kijk je dan hier naartoe en denk je van, het is het wel waard? Ja, tuurlijk. Ik heb vooral, inderdaad, als het winter is en de dagen zijn kort, en dan denk ik soms echt van, wat doe ik hier? Maar ja, dan kijk je terug naar dat soort dingen en dan denk je, ja, dat doe je net wel allemaal voor. Dus. Je bent op het WK geweest en we hebben allemaal gezien dat het heel goed ging. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, zeg maar, als je daar zit, dan maak je het niet zo heel erg mee. Je hoort natuurlijk zeg maar, achteraf wat het hier in Nederland allemaal met zich meegebracht heeft. Dat er enorm veel mensen gekeken hebben en dat het echt wel indruk gemaakt heeft. Dat heel veel mensen die normaal gesproken niks met handbal hebben, nu halve dagen vrij nemen om naar het Nederlands damesteam te kijken. Het zat echt een heel erg spirit in, toch? Ja, nou ja, bij dameshandbal is het belangrijk. Vertrouwen is toch wel belangrijk. Ik denk dat we een hele goede pool gespeeld hebben. En doordat we een goede pool gespeeld hebben, hadden we ook een redelijke gunstige loting. Op een gegeven moment dan gaat het vertrouwen wel omhoog. En dan heb je natuurlijk ook zeg maar, een keeper die een heel goed toernooi gespeeld heeft. Dus dan valt alles een beetje samen. Het gevoel van dat we er redelijk dichtbij zaten om een keertje ver te komen, weet je, dat geloof had iedereen ook wel. Dus wat dat betreft... Is het natuurlijk wel een verrassing dat we zilver hebben gewonnen, maar het vertrouwen dat we met z'n allen erin hebben dat het een keertje kon, dat hadden we eigenlijk wel altijd een aantal jaren. En Peter, wat is dat voor trainen voor jou? Ik moet je oppassen het... natuurlijk nu. Ja, nee, ik vind het echt een hele leuke trainer. Ik kan het goed met hem vinden. Ik leer echt super veel van hem. Hij is altijd in voor een grapje, maar zijn trainingen zijn ook wel goed en hard en serieus. Ja, gewoon echt een leuke trainer. Veel van geleerd al. Ja, heel veel. Heel veel. Tot slot, even terug naar Dalfsen. Wat is jullie doel hier komend seizoen? Wat hoop je te bereiken? Er zijn veel speelsters weggegaan. Nieuwe jonge speelsters terug. Nou ja, het doel van Dalfsen is eigenlijk het individueel verbeteren van de speelsters.
Waardoor het team eigenlijk dan ook beter wordt. We hebben niet zeg maar, op zich een doel dat we zeggen van nou, we willen kampioen worden of de beker winnen. Maar ja, de belangrijkste doelstelling is dat we plezier hebben met elkaar. Dat de spelers zich verbeteren en dat het team zich verbeteren. En ja, wat dat uiteindelijk zeg maar, voor plaats op de ranglijst oplevert, nou, dat zien we aan het einde van het seizoen wel. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk wel altijd het doel om proberen kampioen te worden en de beker te winnen.